Hallo, in deze video laten we je zien hoe je jouw Nescafé Dolce Gusto in Finissima schoonmaakt. We raden je aan jouw koffiemachine tenminste eenmaal per maand schoon te maken. Zorg ervoor dat je in Finissima is uitgeschakeld en haal de stekker uit het stopcontact. Spoel het waterreservoir om met drinkwater. Vul het vervolgens weer met drinkwater en plaats het terug. Draai het lekbakje en til deze op. Neem het rooster uit het bakje. Maak het bakje schoon met heet water en een vochtige doek. Doe hetzelfde met het rooster. Plaats het lekbakje terug. Duw de sluithendel omhoog. Verwijder de capsulehouder. Spoel deze om met drinkwater of plaats hem in de vaatwasser. Wees voorzichtig met de waterinjector. Maak de binnenzijde van de kop schoon met een vochtige doek. Pak het spoelelement. Dit helpt het water te sturen tijdens het spoelproces. Maak je geen zorgen als je geen spoelelement hebt. Je kunt je Infinissima ook zonder spoelelement spoelen. Duw de sluithendel omlaag. Gebruik een opvangbak om het water mee op te vangen. Steek de stekker van de Infinissima in het stopcontact en schakel het apparaat in. Terwijl de Infinissima opwarmt, knippert de aan- en uitknop rood. Wanneer het apparaat klaar is, brandt de aan- en uitknop groen. Plaats de hendel in de stand voor hete dranken. De Infinissima begint met spoelen. Tel 10 seconden. Plaats de hendel vervolgens terug in de stopstand om het spoelen te stoppen. Duw de sluithendel nu niet omhoog. Verwijder de opvangbak. Verwijder het spoelelement en bewaar dit voor toekomstig gebruik. Wees voorzichtig met de waterinjector. Droog de binnenzijde van de kop met een zachte doek. Plaats de capsulehouder terug. Duw de sluithendel omlaag. Gebruik een zachte doek en geen natte spons om het apparaat schoon te maken. Bedankt voor het kijken. Je kunt nu genieten van het bereiden van heerlijke koffiecreaties met jouw Infinissima.